laat ik even beginnen, Joey. Hoe spreek je correct jouw naam uit? Potarjon. Kijk. Ja. Dan zal ik niet meer vergeten. Dank je. Christophe, ik ga bijna zeggen oude bekende. Ja, ooit nog niet, maar we kennen elkaar al een tijdje. Ja, we zijn hier in het Stripmuseum in Brussel, bij de grote strippitch. Wat brengt jullie hier? Bakken met geld. Ja. Ja, zo werkt het. Contract al getekend? Ja. In mijn hoofd heb ik het al 1000 keer getekend. Hey, maar want jullie hebben een gezamenlijk project. Klopt. Vertel, hoe is dat tot stand gekomen? In feite had ik eerst een ander project voor Joey, met losse gags die hij zou tekenen voor mij. Ik had een aantal dingen in mijn hoofd. Een soort strip met losse gags die tot één groot verhaal zou moeten komen. Op een bepaald moment zei hij me van, Christophe, ik ben het beu, schrijf mij iets anders. En ik wil eigenlijk, het moet met dieren zijn, het moet in een fantasy setting zijn en het moet een beetje top zijn om te maken. Oké, ik zeg van goed, dan gaan we iets maken. En dan heb ik eigenlijk iets op zijn maat geschreven en is Joey beginnen tekenen. Daar komt het op neer. Zo simpel kan het zijn. Ja. Dat klinkt interessant. Je had echt wel een bepaald beeld van deze richting wil ik opgaan. Ja. Ik denk, ik ben heel erg Minuera fan. En ik wilde zoiets doen. Ik denk dat ik u ook voorbeelden heb gestuurd van, kom, maak mij zoiets. Ja. En dan doet hij dat. En om tegendraad te zijn, wanneer we het per se middeleeuwse fantasy, heb ik er toch een heel andere draai aan gegeven, omdat het niet volledig zijn goesting mag zijn ook. We mogen dat niet te gemakkelijk maken. Nee, dat is waar, hè. Maar en heb je ook wat voorbeelden daarvan? Ja. Want dat werkt natuurlijk wel. Zeker. Zul jij het laten zien? Ik zal het eventjes laten zien. En jij doet het tekenen en het inkleuren? Het inkleuren hebben we nu laten doen door Shiro. Ja, de welbekende. De welbekende. Ja. Maar tekenen is wel volledig mijn. Oké. Het ziet er heel erg mooi uit. Ja. En jullie hebben hier de pitch gedaan natuurlijk. Bij welke uitgevers zijn jullie geweest? We hebben Kleena gedaan, Ballon en Dupuy. Gemengde reacties, maar we zijn wel geëindigd met een hele positieve van Dupuy. Dus dat was echt wel een opsteker, een hele goede reactie gehad. Dus we hopen dat daar dan verder iets uit voorkomt. Nou, ik had een mooie aanleiding om dit stukje geschiedenis even uit mijn archief te halen. Van zo'n 3 jaar geleden, bij de strippitch in het Stripmuseum in Brussel, waar ik dus Joey Potagin en Christophe Berthe tegenkwam. Ja, de aanleiding is wel heel erg leuk natuurlijk, want ja, de Bergenvaarders is verschenen en dit is het debuut van Joey Potagin. Christophe Berthe heeft het scenario geschreven en de prachtige inkleuringen zijn van Ciro Di Rosso, maar we duiken zometeen even het boek in, dan kun je even zien hoe mooi het allemaal is. Maar geniet even van die cover. Heel erg gaaf. En er viel me nog even iets op aan dit boek. Want dit boek is niet zomaar ontstaan. Daar is een aanleiding voor geweest. En Mark de Lobby die kan daar natuurlijk heel veel meer over vertellen. De uitgever van Syndicaat Uitgeverij waar dit boek verschenen is. En dat is wel bijzonder eventjes. Want er zijn de laatste tijd zijn er toch best wel veel stripverhalen geschreven die een bepaald historisch thema hadden. Boeken die ik ook besproken heb. Ik denk even aan deze. Het Waterwapen. Zo'n hele bijzondere. In het verlengde even van de Bergenvaarders hebben we hier Meander. Wat over de geschiedenis van de stad Reden gaat. Wel heel erg leuk. Maar bijvoorbeeld ook onze Eindhovense stripmaker John Heijink heeft een strip gemaakt over Willem van Oranje. En daarvoor ook al over Piet Hein. Dus allerlei geschiedeniszaken worden in stripvorm gegoten en soms ook op vanuit een bepaalde vraag wordt dat gedaan. En zo krijgt dan een aankomend stripmaker een hele mooie gelegenheid om zijn kunsten te laten zien. Om de mensen te laten zien hoe prachtig hij kan tekenen. En wat dat betreft, ik ben ontzettend blij dat eindelijk dit boek er is. En ik hoop eventjes dat dit een opzetje gaat geven dat misschien dat andere project waar hij en Christophe mee bezig zijn, dat ook nog een keer gepubliceerd gaat worden. Want dat zag er ook wel heel tof uit, zoals je hebt kunnen zien in dat gedeelte. Weet je wat, laten we even in dit boek duiken en dan vertel ik er even wat meer over.
Nou, dit is dan de eerste pagina. Prachtig werk gewoon. Wat dat betreft zeg ik van ja, dit zijn echt stijlen waar ik van hou, die ik graag lees. En de eerste kennismaking met de hoofdpersonen, nou ja, een klein beetje dan. Verstekelingen die blijkbaar naar Denemarken willen gaan. Maar daar zijn ze nog niet. Waar zijn ze dan wel? Nou, dat gaan we even zien. Want hier hebben we de eerste kennismaking echt eventjes met Thomas en Hille. Die dus al meteen even ja, een smoesje moeten verzinnen om niet gesnapt te worden. Ja. Ja, heerlijk. Nou ja, dan blijkt dus dat ze in Deventer zijn. En dan wordt hier gesproken over stokvissen, stokvisvaarders. Dat was in die tijd waar mensen hun geld mee verdienden. Alleen dat deden ze dus niet in Nederland. Nee, dat deden ze in Noorwegen. En daarmee hebben we ook even de titel te pakken, de Bergenvaarders. Daar heeft dat mee te maken. Ja, goed, je ziet eventjes gewoon hoe mooi dit allemaal is. Ja, ze doen natuurlijk allerlei nieuwe indruk op. Kijk, en je krijgt dan dit soort dingen, hè? Kijk, dan wordt even gevraagd, wat is een Hansestad? Nou, dat wordt dan even uitgelegd. Dat is even dat hele stukje van geschiedenis wat op een leuke manier gebracht wordt. En dat maakt zo'n strip heel erg leuk. Ik zeg al dus, het is een strip die je enerzijds ja, het een en ander laat zien over Deventer en over de bergenvaarders en de stokvissen, hoe dat allemaal zit. Maar tegelijkertijd heb je gewoon een heel leuk avontuur van twee kinderen die ergens naartoe willen gaan, maar uiteindelijk heel ergens anders terechtkomen. Na wat omzwervingen krijgen ze het even aan de stok met een belangrijk persoon. Ja, die komt erachter dat ze dus zakkenrollers eigenlijk zijn. En die persoon die heeft zoiets van, nou weet je wat, ik heb wel een ideetje wat we met deze kinderen gaan doen. Nou, dat is dus hier eventjes overtuigende argumenten aanhalen. Om te zorgen dat ze gaan doen ja, wat deze meneer in gedachten heeft. Kijk, zij moeten iets gaan stelen. Maar dat kan dus pas in Noorwegen. En dat betekent dus dat ze meegaan, nou ja, dan gaan ze mee aan boord van een vloot bergenvaarders. En waarom is dat bergenvaarders? Omdat ze naar Bergen in Noorwegen gaan. Nou. Heerlijk om dit te lezen. Prachtig getekend, prachtig gekleurd. Maar ja, weet je, Ciro di Rosso, daar weten we inmiddels van hoe mooi die kan kleuren. Dus dat is zeker een dikke ja, pre bij dit hele verhaal. En dat maakt het wel heel erg tof. Ik ga niet te veel laten zien, want ik wil geen spoilers geven. Maar ik denk wel dat het duidelijk is. Dit is natuurlijk een droom voor Joey die uit is gekomen, die eindelijk zijn stripalbum heeft kunnen maken. En toen ik dit eentje zag, moest ik heel even denken aan wat Rutger Gret zei. Hè? Toen hij zijn droom uit zich gekomen, zijn eerste stripboek gepubliceerd had, hij had er ook een eentje opgezet met de bedoeling van, het blijft niet hierbij, er komt meer. En dat hoop ik voor dit album ook, want het is een heel tof verhaal. Het is heerlijk getekend, heerlijk gekleurd. Het is gewoon echt genieten ervan. En ja, wat dat betreft kan ik alleen maar zeggen, ga naar de stripwinkel, ga dit boek kopen, zodat er nog een deel 2 en misschien ook wel een deel 3 en weet ik veel wat nog meer kan komen. En natuurlijk ook dat ene project wat ik, hè, waar ik aan het begin van de video even een glimpje van liet zien. Ik hoop dat dat ook nog een keer gepubliceerd gaat worden. Als je hem al hebt en gelezen hebt, laat in de comments weten wat je ervan vond. Daar ben ik heel benieuwd naar. Heb je nog niet, dan kan ik alleen maar zeggen, ga naar de stripwinkel, ga hem halen, ga hem lezen, ga ervan genieten. Ik wens je heel veel leesplezier. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.